Sommigen leggen een eerste steen. Anderen slaan een eerste paal. Maar bij Mondial planten ze het eerste plantje. Hoe dat gebeurt en waarom ze dat doen, dat zie je in deze eerste Mondial Journaal Update. Ja, we staan hier vandaag in de Urban Farm Area. We zijn vandaag begonnen met de opbouwfase van ons project hier op Festival Mondial. En zoals je zo net zojuist kon zien, hebben 5 kinderen van een BSO de eerste plantjes geplant. En waarom doen die kinderen daarbij mee? Het is het BSO de Pendula van Kinderstad en zij zijn heel erg bezig met groen. Aanbrengen in hun buitenspeelterreinen. En daar vonden wij een hele mooie match. Dus wat hebben jullie net gedaan? Plantjes geplant. En waarom mogen precies jullie hier komen om het plantje te planten? Wij hebben een boom en dat is de Pendula. En dat is ook een hele, het is een soort van hangboom, een beuk. En daar, dat is ook een hele grote boom, dus daarom mochten wij het doen, volgens mij. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten over wat we dit jaar kunnen verwachten? Heel veel groen natuurlijk. We hebben een heel mooi programmagebied dit jaar ingericht met een eigen podium, een eigen Urban Farm Stage, een eigen Urban Farm Theater met nieuwe deelnemers, leuke activiteiten, heel veel workshops voor kinderen, maar ook voor volwassenen, jong en oud. En de artiesten die opkomen treden op het eigen Urban Farm Area podium, waar moet ik dan aan denken? Dat zijn onder andere artiesten van Fontes, Hogeschool voor de Kunsten. Maar ook artiesten die met een wedstrijd hebben meegedaan met de Huiskamer Unplugged hier in Tilburg op het Pieter Vredeplein. En ja, we hebben natuurlijk een fantastisch Festival Mondial programma met 152 optredens van artiesten uit 36 landen. Kijk om me heen, het ziet er nu nog een beetje kaal uit. Er moet nog veel gebeuren. Wat gaan jullie de komende dagen hier doen? Nou, wij gaan vandaag beginnen met het verplaatsen van al het groen en de decoratiematerialen vanuit onze opslag naar dit terrein. En vanaf morgen worden hier de vloeren gelegd, worden de hekwerken opgebouwd en gaan we beginnen met decoreren. Oké, en wat wordt het thema? Is er nog een speciaal thema? Well, it's a happy green day, it's a happy green week. Dus wij willen vooral op een hele laagdrempelige manier laten zien dat je ontzettend veel leuke dingen kunt doen met groen. Dit was de eerste Mondial Journaal Update. Wil je erbij zijn komend weekend, dan is dit je kans om 2 gratis kaarten te winnen. Wat moet je ervoor doen? Like Omroep Tilburg op Facebook en laat in een privéberichtje weten waarom jij erbij zou moeten zijn. Bedankt voor het kijken, tot de volgende!